Jeroen heeft net zijn zoontje afgezet bij school en is nu onderweg naar het station. Op het station zet hij zijn bakfiets in, of nou ja, naast de fietsenstalling. Daar pakt hij de trein. Eenmaal aangekomen op zijn bestemming, pakt Jeroen een van de honderden gestalde OV-fietsen. Met een collega fietst Jeroen naar kantoor en onderweg bespreken ze de alternatieven op de OV-fiets. Hoe zou je je reis nog meer kunnen vervolgen? Sommige mensen hebben een vouwfiets of een extra fiets op het station. Door zijn dag heen ziet Jeroen de ene OV-fiets naar de andere. En ook zelf gebruikt hij hem om van afspraak naar afspraak te fietsen. Lud Schimmelpennik zal vast moeten lachen om het concept. Want hij bedacht in de jaren zestig als provo het idealistische witte fietsenplan en later de witkarren. Witte fietsen zonder slot zouden collectief en gratis overal in Amsterdam beschikbaar zijn. Het plan werd toen niet uitgevoerd. Pas in de jaren tachtig werd er een poging gedaan. Maar deze mislukte omdat de fietsen eenvoudig te stelen waren. De enige locatie waar het witte fietsenplan al jaren werkt, is op de Hoge Veluwe, waar 1800 witte fietsen beschikbaar zijn binnen het gesloten park voor recreatief verkeer. Nu zijn er wereldwijd steden waar fietsen worden gedeeld. Niet gratis, maar tegen een schappelijke prijs. De OV-fiets is eigenlijk de Nederlandse bewaarwording van dit witte fietsensysteem. OV-fiets groeide van 100.000 ritten op 70 locaties binnen 10 jaar uit tot een abonnementensysteem met 1,3 miljoen ritten op 250 locaties. Dankzij de OV-fiets reist 35% van de pashouders vaker met de trein en laat 12% regelmatig de auto staan. 35% van die ritten zijn zakelijk vervoer, 30% voor bezoek aan vrienden en familie, 20% voor recreatief verkeer en maar 15% voor woon-werkverkeer. De OV-fiets is een typisch Nederlands systeem dat een aanvulling is op de eigen fiets. In het buitenland, waar minder fietsbezitters zijn, zijn er zo'n 500 verschillende deelfietsystemen met publieke fietsstations actief. VELIP heeft 75.000 ritten per dag in Parijs, met één fiets per 100 Parijzenaren. Barclays of Boris Bikes zijn goed voor 25.000 ritten per dag met één fiets per duizend Londenaren. In Kopenhagen is er sinds 2014 een nieuw bicyclensysteem met een ingebouwd gps. Aan het einde van de dag fietst Jeroen terug naar de OV-stalling en tot zijn verbazing is er amper plek voor zijn fiets. Laat staan voor de vele andere fietsen die nog in gebruik zijn. De beheerder van de stalling vertelt hem dat er een experiment is gestart om het stallingsprobleem tegen te gaan. OV-fiets at home. Forenzen kunnen dan de OV-fiets s'nachts thuis stallen, om die ochtends op weg naar het station weer achter te laten bij de stalling, waarna een werkende die fiets kan overnemen.